Ze heeft een hartoperatie ondergaan en ze is bijgekomen. Ze kijkt ons aan, dwars door de pixels heen. Ze ligt in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartoperaties. De foto is vorig jaar op 19 december genomen, ter promotie van het ziekenhuis waarschijnlijk. Pas deze week is hij naar buiten gebracht. Wilden de ouders wachten tot ze zekerheid hadden dat de operatie goed was afgelopen? Aan de slangen en de monitoren te zien, moet er veel in de gaten gehouden worden. Een risicovolle ingreep. Waarom mogen we haar ogen niet zien? In Frankrijk is de privacywetgeving strenger dan hier, vooral voor kinderen. Het kan ook dat het meisje voor school stil wil houden dat ze iets aan haar hart heeft. Je weet hoe kinderen kunnen zijn, iedereen die anders is loopt het gevaar te worden gepest. Of juist andersom, dat klasgenootjes vol goede bedoelingen te veel rekening houden met haar. Over bezorgdheid zit je ook niet op te wachten. De kerstvakanties vorig jaar begonnen voor alle scholen in heel Frankrijk op 24 december. 5 dagen daarvoor werd ze geopereerd. De kinderen in haar klas moeten zich hebben afgevraagd waarom ze een week eerder weg was. Een smoesje over een lange vakantie met haar ouders en dan 3 weken later opduiken op de eerste schooldag alsof er niets is gebeurd. Of je moet het helemaal over een andere boeg gooien, zoals dit meisje in Birmingham, dat voor het eerst met de prothese de speelplaats oploopt, open en bloot. Kwetsbaar ligt haar magere lijf te midden van de slangen. Er zat een gat tussen haar linker en haar rechter boezem. Met zo'n gat moet het hart harder pompen om het lichaam van genoeg zuurstof te voorzien. Ben je vaak kortademig, loop je risico op bloedstolsels, op infecties. Er moest iets gebeuren. Als het gat niet al te groot is, kan de chirurg naar binnen via een sneetje aan de rechterkant. Er zit verband rechts. Het was een klein gat. En verder is het monitoren en monitoren. Naast haar ligt Konijn. Ze heeft een arm om hem heen gelegd. Wij mogen niet alles zien, maar Konijn wel. Hij mocht overal bij. Hij lag boven op de tafel van de hartbewaking. Konijn ziet alles.